Goeiedag. Goeiedag. Mevrouw Verbrugge. Antoinette Verbrugge. Ik ben Rutger. Hallo. Dag Rutger. Mag ik binnenkomen? Welkom. Dankjewel. Wat woon je mooi. Jij woon niet mooi. Ja, wat lach je? Dat zeg je altijd als je binnenkomt, bedoel je? Gelijk afgezaagd. Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Oh, je lacht omdat je niet, je woont niet in de frisse lucht, natuurlijk, dat, ja. Dat bedoel ik. Ja, precies. Ik woon hier prachtig. Ik was niet sarcastisch, maar nu je er toch over begint. Nee, ik hou ontzettend van de zee en de duinen. En daar ben ik hier komen wonen. En ik had één vergissing begaan, want ik dacht dat de overheid ons goed beschermde. En ik ben me helemaal rot gestrokken. En waarvan? Van de hoest, van de vuiligheid, van de stank. Van het stof, het lawaai en het ergste nog wel dat het zo kankerverwekkend is. Maar nu wordt er ook in de Kamer gedebatteerd, binnenkort. En dan gaat het eigenlijk over het verduurzamen van de fabriek. Dat is toch eigenlijk goed nieuws dan? Ja, dat zou je denken, hè, in eerste instantie. Als je er maar heel weinig vanaf weet, dan denk je... goh, duurzaam, groen, klinkt goed. Maar er zit een heel ranzig, moeilijk randje aan. Namelijk, de gezondheid wordt niet meegewogen, wordt niet geborgd. Dus in dat duurzame plan gaat het nog 10, 15 jaar duren... voordat de kankerverwekkende Kooksfabriek 2 bijvoorbeeld dichtgaat. Ik vind het buitengewoon ernstig dat onze kinderen... die continu risico lopen, want je kan hier niet gezond opgroeien... en dat wij allemaal moeten lijden onder het spook van de werkgelegenheid. Dat vind ik niet in balans. Eigenlijk zeg jij, ze moeten in Den Haag niet debatteren over het openhouden van de fabriek... en dus verduurzamen, want dan kun je hem openhouden. Maar ze moeten debatteren over wat doet het eigenlijk direct met de mensen die eromheen wonen. Wat heb je aan alle banen als mensen ziek worden? Wat heb je aan een schandaal? Want dat is het, hè, wat zich hier afspeelt. Het is een schandaal à la de toeslagenaffaire. Die proportie heeft het al. En de overheid die steeds zegt... nee, maar we zitten toch met jullie aan tafel? We praten toch met jullie? Wij krijgen de hele tijd bijzettafels, aanleunbanken... ateliers om onze plannen. En er gebeurt helemaal niks mee. Al die overlegvormen. Het is gewoon pappen en nat houden. Meneer Van Weijberg, goeiedag. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. U heeft natuurlijk de bevindingen van het RIVM... als het gaat om Tata Steel ook gezien. U bent dan die staatssecretaris die zegt... en nu is het klaar. Nu stoppen we ermee. Tata Steel sluiten we in het belang van de volksgezondheid. Ja, ik ben de staatssecretaris die zegt, Tata moet schoon. We hebben aangetoond nu, of we, het RIVM, hè, onze onafhankelijke experts. Er is een relatie tussen Tata, de omgeving van Tata... en het feit dat bij mensen gewoon op hun vensterbank, op de speeltuin... dat daar te veel vuil stof neervalt. En ziek worden, kanker krijgen, kinderen hun hersenen groeien niet meer. Dan zegt u, Tata moet schoon. Ja, lekkere open deur. Dat natuurlijk snap ik ook nog wel, maar Tata is niet schoon. En op het moment dat het een tikkende tijdbom is... en mensen daar iedere dag doodziek van worden, letterlijk... Neem je als staatssecretaris je verantwoordelijkheid? Nou, wat ik nu wil doen, hè, los van de toekomst van Tata... daar ging het heel lang alleen maar over banen. Gaat het tegenwoordig gelukkig ook over klimaat, hè, minder CO2... En ik wil dat als we de komende maanden gaan besluiten... hoe ziet de toekomst van Tata eruit... dat ook de gezondheid van de omwonenden vol meetelt. Ja, maar wat is dit voor open deur? Want we zijn er dus achtergekomen nu. Wisten we eigenlijk al, maar nu zegt RIVM dat het nog erger is dan we al dachten... dat die mensen iedere dag letterlijk doodziek worden. En nu laat het allemaal maar doorgaan. U zegt, ja, het moet schoon, want we geven erg om de gezondheid van die mensen. Nou, als u om de gezondheid van die mensen geeft, dan zegt u... ja, hallo, dit kan niet langer zo. Maar dat kan ook niet langer zo. Dus we gaan niet alleen voor de toekomst van Tata. Want de toekomst is altijd ver weg, hè. Ik wil ook nu van Tata weten. Die hebben gisteren beloofd. We gaan sneller en ambitieuzer die fabriek schoonmaken. Maar wat is dat, sneller en ambitieuzer? Wat precies, kopen die mensen daarvoor? Dat is exact het gesprek wat ik wil gaan voeren met Tata en met de provincie. Want de provincie kan volgens mij ook nog wat doen. En daar wil ik graag bij helpen. Wat kan de provincie meer doen? Want de provincie zegt... ik heb juist geld en regelgeving van Den Haag nodig. Ja, en over die regelgeving ben ik in Brussel bezig. Dat zijn Europese regels. Maar ik ga omwonenden niet vragen te wachten... tot ik in Brussel staalregels heb veranderd. Dat duurt namelijk te lang, zou je dan tegen me zeggen. En heb je gelijk. Dus wat kan de gedeputeerde doen? Dus de gedeputeerde ga ik helpen. Nu we weten dat wat er uit de pijp komt... wil ik dat we kijken naar die vergunningen. Kunnen die strenger? Kunnen die echt strenger? En kunnen we dat ook strenger handhaven? En ik heb ook gevraagd aan de IOT, dat is mijn landelijke inspectiedienst... ga de provincie helpen, scherper aan de wind. Ja. Ik heb eerlijk gezegd liever dat we een keer nat gaan voor de rechter... dan dat we het laten lopen. Maar, dus de gedeputeerde zegt, ik heb regelgeving en geld nodig vanuit Den Haag. En Den Haag, u zegt, de gedeputeerde heeft al die tijd niet goed gehandhaafd... en er moet veel beter. Dat is hetzelfde naar elkaar wijzen weer. Wat we volgens mij moeten doen is iets heel anders. We gaan en de gedeputeerde helpen...
strenger te zijn. Nu we weten dat wat er uit de pijp komt tot ongezonde situaties leidt met te veel stof. We gaan hem helpen, maar dat is toch, eigenlijk hoort u wel wat u zelf zegt. We gaan gedeputeerden helpen om strenger te handhaven. Dit is toch God, geen kind? Nee, maar misschien kan ik hem helpen. Dan doe ik dat graag. En daarnaast ga ik de regels in Europa aanscherpen. En het allerbelangrijkste voor de wat langere termijn. Ja, we praten over de toekomst van Tata. Dat moet niet alleen gaan om banen, niet alleen over klimaat. Maar de gezondheid van de omwonenden verdient daar een volle plek. En die gaan we ook wat mij betreft keihard regelen. U laat die mensen daar wonen? U laat die mensen daar zitten, eigenlijk in de kou zitten? Nou, ik ga dit probleem, dit is niet het probleem van de mensen. Het is het probleem van ons als overheid en van het bedrijf om te zorgen dat we hun probleem oplossen. U wordt niet ziek. Die mensen worden ziek. Het is het probleem van die mensen. Precies. Gaat u die mensen helpen? Gaat u ze in de kou laten zitten? Dat is uw verantwoordelijkheid. Dat moet je op je geweten hebben. Nou, ik voel ook een hele grote verantwoordelijkheid. Net zo goed als de provincie. Maar wie er ook een hele grote verantwoordelijkheid heeft, is het bedrijf zelf. En we gaan wat mij betreft hen aanspreken. Ik ga zelf kijken naar strengere regels. Daar is het toch veel te laat voor? Maar als je ergens te lang mee hebt gewacht, is dat nooit een reden om niet vandaag wel strenger te beginnen. Wel als mensen ziek worden. En dat gaan we dus ook precies doen. Dankjewel, ik moet nu naar binnen. Hoi, hoi.